Yo, VacuGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer The Sims 3 hier op VacuGames. En jongens, allereerst ontzettend bedankt voor de meer dan 3000 likes die jullie gisteren hebben achtergelaten. Super tof, het gaat ontzettend goed met de Sims 3-serie hier op VacuGames. Hartstikke fijn natuurlijk. En dat betekent dat ik ook gewoon lekker meer afleveringen van The Sims 3 ga maken. Want ja, weet je, als jullie het leuk vinden, vind ik het extra leuk en dan krijgen we meer afleveringen. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En jongens, wat ook eenmaal zo werkt, is dat Ronald zo meteen weer lekker naar zijn werk moet. Of in ieder geval naar zijn lessen. Hij moet over 5 uur naar school, maar het is nu pas 12 uur, dus hij ligt nog lekker in zijn bedje te tukken. Hij moet zometeen natuurlijk wel een paar dingetjes doen, hè. Want kijk, hij kan niet de hele dag hier in zijn nest blijven ronken. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hij is wel bijna vol met zijn energiebalkje, dat is goed. En die andere balkjes, die zijn ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg leeg. Ik bedoel, blaas is vrij snel weer aan te vullen. Dan kan je gewoon even op de play gaan zitten en... ja, dan is die blaasbalkje ook weer helemaal vol. Honger, mwah, ik weet niet eens of ik het erbij ga vullen, want... ja, hij is nog vrij vol. Kijk, hij zit nog maar een heel klein stukje. Piep. Heel klein stukje hier. En Ronald is toch een beetje chagrijnig, omdat hij zijn eten gekookt heeft op een heel goedkoop fornuis. Nou ja, weet je, het is een studentenhuis. En al het eten hier stinkt ook enorm, zo te zien. Als ik die gozer zie. Yo, gozer, die pannenkoeken zijn van 3 dagen geleden, hè? Die je nou gaat opeten. Er komt een groene walm vanaf. En die zijn aangebakken. Die zijn... wafels, kwaliteit afschuwelijk. Klaargemaakt door Ronald Fladder. Kijk, zo kennen we onze Ronnie weer. Wil je weer meer weten over de nieuwe opties? Nee. Ik hoef het weer niet te bestuderen. Het is nu trouwens zomer en over 4 dagen wordt het herfst. Uh-oh. Paniek. Paniek, het wordt herfst. Dan moeten we onze herfstkleren aan gaan trekken. En lekker in de blaadjes gaan spelen. Wel wakker, Ronnie. Hoe laat moet je naar school, jongen? Over 4 uur, dan is het tijd om je bed uit te komen. Kom op, lampje aan. Eventjes die rare konijnenpak voor je uitdoen. En meekomen doen. Kom op. Of je dat wil of niet. Wakker worden. Goed zo. Konijnenpak uit. Of hou hem aan. Ook goed. Mag ook. Ja, bedoel, jij bent de baas. Jij bent Ronald Fladder. Ga maar even naar de play. Zo. Jij gaat naar de wc. Even een stukje schijten. Dan gaan we eens nog eens kijken of dat er nog wat in deze koelkast zit ook. Wafels, jongen. Die zijn niet lekker. Doe maar een snelle hap. Doe maar een magnetronmaaltijd. Is lekker. Dat is prima om 1:30, 1:30 te eten. Gewoon een lekkere magnetronmaaltijdje erop. Hoppakee, en dan naar school. Lekker als ontbijt. Waarom stinkt iedereen zo enorm hier? Iedereen stinkt. Jij stinkt. Jij stinkt. Jij bent aan het koken. Ik weet niet wat je aan het koken bent, maar het stinkt. Zij is moe. En Ronald komt in zijn konijnenpakje de trap af. Tuurlijk, jongens. Wat een leven hebben ze hier in dit studentenhuis. Niet normaal. Oh, wacht. Hoor, stop. Eet dit maar. Dat is makkelijker. Bord pakken. Eagly. Je kan er ook gewoon omheen lopen. Is niet moeilijk. Zo. Pak een bord. Zet ik de kliekjes wel in de koelkast. 1, 2. Hoppakee. Zo. En lekker eten, jongen. Eet smakelijk. Zijn lessen beginnen over 2 uur. Dan moet hij dus nu binnen nu in een uur eten. En dan kan hij daarna als de zandsodemieter naar school rennen. Dat is wel belangrijk. Wat is er met jou aan de hand hier? Je ziet er niet zo heel gezond uit, Beep. Ja, even applaudisseren voor je maaltijd. En lekker eten. Om nam nam. Om nam nam. Dit wijf moet echt. Moet echt onder de douche. Check haar stinken, joh. Gadverdamme. Ze is wel level 10 in iets. Maar in wat, dat weet ik dan weer net eventjes niet. Zo, klaar met eten, Ronald? Oh, niet stikken, hè? Ronald Fladder's eerste les kan beginnen. Oké. Laat je bord maar staan, Ronald. Oeh. We hebben zoveel met elkaar gemeen. Ik zou je dolgraag wat beter leren kennen. Ga je nou weer met de volgende check aan de slag, Ronald? Harfelarf. De afwasmachine staat in de andere kamer, buddy. Daar kan jij onmogelijk last van hebben. Oh, ik dacht eventjes dat hij in zijn roze konijnenpakje naar school ging. Ik zie hem er ook eigenlijk best wel voor aan. Waarom pak je niet gewoon een fiets, man? Er staan hier 100.000 fietsen. Waarom moet je nou per se gaan lopen rennen? Rare, rare gozer dat het is. Ga maar hard werken. Is goed voor je. En go, jongen. Even de tijd versnellen. Dan schiet het de mensen een beetje op, hè. Hij is echt... Wat heeft hij nou met deze chick? Een date hebben met Tammy. Oh ja, dat is wel goed. Dat wil hij toch sowieso wel. Het is hoog tijd om te kijken wat deze stad allemaal te bieden heeft. Met een liefje natuurlijk. Je sim wil een afspraakje met iemand. Oh, kutsie, kutsie. Dat vind ik schattig. Ronald wil een afspraakje. Ronald wil een afspraakje. Oké, daar hebben we Tammy.
Tammy, je stinkt. Ja, Lala, je stinkt vandaag. Dus ga maar eens eventjes douchen. Misschien dat je dan Ronald mee kan nemen tijdens het douchen. Die vindt dat wel heel erg leuk. Heeft hij meteen zijn date? Is hij meteen blij? Lekker kopje muntthee erbij. Heerlijk. Dat vind ik zo lekker. Gewoon lekker een kopje thee erbij. Lekker opnemen voor jullie. Heerlijk. I love it. Zeker op zo'n druilerige zondag als vandaag. Dat de wind om het huis heen waait. Want holy shizzle, wat is het hard aan het waaien hier. Echt niet gezond. Hij heeft morgen nog één dagje les trouwens, zie ik. En daarna is het examendag. 2 dagen tot het eindexamen. Lezak. Wat? Lezak. Hebben ze het nou over de zak van Ronald? Dat hoop ik toen niet voor ze. Deze balk gaat echt lekker. De volle maan kondigt zich aan en staat bijna aan de nachtelijke hemel. Nou, leuk. Interessant. Kan mij dat dan schelen van die volle maan? Kan mij dat dan schelen? De volle maan komt eraan. Ja, leuk. Dat is leuk voor vampiers. Wie zit hier nou tv te kijken? Er zit niemand tv te kijken, dus uit met dat ding. Gekke figuren. Ronald gaat even computergame spelen. Oh, hij gaat FIFA spelen. Is leuk hoor. The Sims 3, ook van EA. Ga lekker FIFA spelen, Ronald. FIFA op de computer. Doe lekker FIFA spelen, want dat is ook van EA. Wie zit er nou weer tv te kijken? Oh, jullie. Nou, jullie mogen. Jullie mogen tv kijken. Kom op, Ronald. Lekker spelletje spelen. Kijken wat er gebeurt als die FIFA gaat doen. Even ik inzoomen, juist. Hij hoeft alleen maar de knop aan te drukken en het hele spel is opgestart. Doe mij ook zo'n computer. Ik moet hier altijd 2 minuten wachten voordat het spelletje is opgestart. Wow, bij de doelpunt. Het zou ook, weet je wat ook echt wel zou kunnen? Dat als hij FIFA speelt, dat dan zijn plezierballetje sneller omhoog gaat. Dan zie ik EA ook nog wel vooraan om dat erin te programmeren. Al valt dat redelijk tegen. Computergame, ga maar schaken. Dat is veel leuker dan FIFA. Lekker schaken. Zo. Nee, kijk, dat gaat inderdaad heel traag omhoog. Oeh, als ze dat erin geprogrammeerd hebben. Dit gaat sneller. Gewoon een random sportgame. Dan gaat hij dat bedoelen. Herkent iemand dit spelletje trouwens? Is dit Madden of zo? En ik ken dit wel ergens van. NFL of zo? I don't know. Ik speel het nooit namelijk. Voor mij is dit Madden NFL, maar dat zou ik heel goed mis kunnen hebben. Zo, plezierballetje vol. Perfect. Dan gaan we lekker douchen. En dan gaan we lekker... Dat heb ik al wel gedaan. We gaan eerst eten. Dat lijkt me slimmer. Eerst eten. Klikjes op eten. Herfstsalade van vanochtend. Hartstikke lekker. Daarna gaan we... eventjes chatten met iemand. Om zijn sociale balkje weer een beetje omhoog te krijgen. Gaan we chatten met Manisha. Manisha Kapoor. Wat een naam. Je zou toch maar Kapoor heten. En als je klaar bent met chatten. Of nee, je gaat chatten met deze chick. Die chick die vond jou wel wat. Suggereren dat moeder een chupacabra was. Oh, dat is gemeen. Maar ik moet er wel heel erg mee uitkijken. Want volgens mij is deze chick een vampier. En het is volle maan. Een vampier en een volle maan is niet zo'n hele goede combo. Dat vinden ze niet zo leuk. Of dan zijn ze juist heel erg actief tijdens volle maan. Dat waren de vampiers. En de weerwolven die vinden volle maan helemaal niks. Dus ik moet een beetje bij haar uit de buurt blijven eigenlijk. Als ik weet wat goed voor me is. Dus ga toch maar chatten. Dat is een stuk veiliger. Zet jij eens uit die herrie. Dank u. Er staat hier iemand ook met zijn muziek. Ik weet niet wie. Waar is die muziek? Daar. Er is niemand. Uit dat ding. Uit dat ding. Waarom gooit iedereen constant al die radio's aan hier? Oeh, Tammy. Mag ik erbij? Mag ik erbij komen, babe? Wie is dit? Wat is er met jou aan de hand? Hé, hey, buddy, wat is er? Gaat niet eens goed met je? Gaat niet eens goed met deze gozer? Ik weet niet wat hij heeft. Is dit een vampier of een weerwolf? Of hij is gewoon gehandicapt. Dat kan ook. Dat kan ook. En dan zal ik daar geen oordeel over vellen. Jij gaat eerst douchen. Dan ga je... chatten, zoals ik al zei. Met haar. Altijd chatten met een chick. En dan mag je naar bed. Pas op dat moment en niet erg. Slaapje doen. Eventjes je klusjes doen, Ronald. Douchen. Chatten. En naar bed. Belangrijke dingen te doen nog.
Dan staat hij zometeen morgen op school weer helemaal chagrijnig. En ik wil dit hele balkje vol hebben voordat hij zijn eindexamen gaat doen. Gewoon om te kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat hij dan hele goede cijfers haalt. En dat hij dan misschien wel een hogere graad krijgt. Er staat hier ergens een weerwolf heel gek te doen. Ben je er dan nog steeds, Pipo? Woon jij in dit hoekje of zo? Ja, raar. Ga weg. Gekke vent. Bel de politie, er staat een hele enge man om de hoek. En hij staat de hele tijd raar te doen. Hoe gaat het met je? Dan zet hij nou met zijn hoofd op het toetsenbord te mappen. Is het zo'n vervelende? Oké, nou hier, chat er klaar. Dan gaan we nog heel even snel piezen. Gebruiken. En slapen. Stond er nou dat ik kon doortrekken op de wc? Oh, ik kon haar pies doortrekken. Nou, lekker dan. In plaats van dat ze dat zelf doet. Waarom gaat hij nou eerst... Nee, eerst naar de wc. Niet eerst slapen, dan naar de wc en dan weer slapen. Nee, Ronald. Eerst piesje. Waar ben je nou? Daar, goed zo, in je konijnenpakje. Even lekker slaapjes doen. Of piesje doen. Zo, hartstikke goed. Dan is die ook weer vol en nou mag je naar bed. Het is pas 4 uur 's ochtends. Perfecte tijd om naar bed te gaan. Zeker als je student bent. Studenten die gaan altijd rond dit soort tijden naar bed. En laat Ronald lekker slaapjes doen. Wat is de volgende lesrooster? Hij moet zometeen weer toepassingen van reden negeren. Op zaakjes zakenopleiding om 4 uur. Oké, is goed. Maar eerst moet eventjes lekker zijn balkje weer vol. Want je kan niet naar school en je kan niet opletten als je niet uitgerust bent. Doorslapen. Nee! Waarom word je nou wakker? Ga nou slapen. Jullie wil de hele dag wil je meuren. Dan mag je in bed liggen en dan ga je opstaan. Gekke vent. Kwam waarschijnlijk omdat het 6 uur was. Dan heeft hij ze wekker gezet of zo. Ho! Wie heeft er iets gesloopt? Wat is er kapot? Er is iets kapot. Wat is er kapot? Er is iets kapot, maar ik heb geen idee wat. Wie heeft die radio nou weer aangezet? Oh, die tv. Jongens, zit die tv... Nee. De tv staat niet aan. Oh, zij. Zij is bezig. Oh, nou, vooruit dan. Vooruit. Omdat jij het bent, hoor. Anders had het niet gemogen. Oh, we hebben hier een complete gym liggen, joh. Valt me nou pas op. We hebben gewoon een complete sportschool hier. Lekker slaapjes doen, Ronnie. Doe maar dromen over draken en over taart. En over een succesvolle zakencarrière. Niet bellen, ik ben aan het slapen, kut. Hou nou op met... Ja, dankjewel. Hou op met bellen, wou ik zeggen. Het is 10 uur. Over 6 uur moet hij weg. Dat redden we wel. Dan kan ik dat hele energieballetje volpompen. Het is wel... Hou nou eens op met die muziek. Ik word hier echt helemaal knettergek van. Als het nou nog mooie muziek was... Uit. Niet toegestaan. Hier heeft iemand... Het lijkt wel of het Justin Bieber opstaat ergens. Maar waar dan? Ik zie het niet. Waar staat die muziek dan aan? Hallo, staat hier achter nog een radio? Nee. Ik denk dat het boven is ergens, hoor. Oh, daar. En uit. Is er nog ergens eentje bezig? Hier, juist. Uit. Goed zo. En die computergames die mogen wel van me. Oké, Ronald bijna helemaal klaar met dit. Dan kan hij nog klikjes, nog eventjes nog een herfstsalade van 3 dagen geleden eten. Hartstikke lekker. En dan kan je ook nog eventjes gaan douchen. Want dan gaat je hygiëne ook nog een beetje naar boven. Kom op, Ronald. Wakker worden. Wakker worden, dat hoeft geen 3 uur te duren. En herfstsalade eten. Daar is die. Hallo. Waarom kap nou eens met die soapserie muziek. Echt verschrikkelijk. Ik ga echt die muziek uitzetten. Ik word hier helemaal gek van. Wie doet dat nou toch steeds? Oh, wacht. Ik heb een ander idee. Ho, ho. Doei! Verkoop gewoon de radio, fuck jullie. Zonder radio vind ik jullie heel knap als jullie nog muziek af kunnen spelen. En het levert mij nog geld op ook.
Wat wil men nog meer? Ja, ik weet het. Allemaal dingen die je kan kopen. Oh, die wordt gebruikt. Doe eens uit. Zo, doe maar inderdaad dansen zonder muziek, Tammy. Heel goed. Lijkt me een slim plan. Zo, dan verkoop ik ook jouw radio, zodra dat kan. Dan gaan we zo toch nog eventjes zoenen met Tammy, als dat even kan. Hoop ik wel, natuurlijk. Ik hoop het eigenlijk meer voor Ronald dan voor mezelf, want... Wat is dit? Binnenvallen op feest. Mwah. Weinig reden om feest te vieren op dit moment, hè? We gaan niet zomaar feestjes lopen bouwen hier. Tammy, Beep, waar ben je? Daar. Romantisch. Flirten. Ja hoor. Oh nee, eerst naar de bibliotheek, dan flirten. Kap naar school, Ronald. Tempo. Moving. Ga nou die kant op. Oké. Wat jij wil. Ronald Flitter's eerste les van de dag kan elk moment beginnen. Nog één dag tot het eindexamen. Ronald Flitter had zin om te lezen en is naar de bibliotheek gegaan. Nee, je moet niet naar de bibliotheek gaan. Je moet naar school. Ga eens naar je les. Hup. Je moet niet naar de bibliotheek. Een zakenplan beginnen? Waarom? Je moet niet aan een zakenplan beginnen. Je moet naar school, Ronald. Je hebt morgen eindexamen. Dan ga je toch niet een dag van tevoren een bedrijf oplopen richten? Waar ben je nou helemaal mee bezig? Je moet dit balletje vol krijgen. Dat is wat je moet doen. Ja, dat gaat nou niet meer lukken natuurlijk. Omdat die gozer zo eigenwijs was en in plaats van naar zijn les te gaan naar de bibliotheek is gegaan. Niet handig. Als je Donald Duckjes wil lenen, dan vraag je dat maar aan een van je andere studenten. Maar je gaat ze niet in de bibliotheek lopen lezen. Zeker niet als je naar de les moet gaan. Of je dat nou leuk vindt of niet. Af en toe moet je wel eens wat, Ronald. Zo, waar is die Beep nou? Waar is Tammy? Tijd om te zoenen met Tammy. Tammy! Tammy! Hallo! Oh, daar hebben we die Beep in de onderbroek weer. Ik ga lekker in mijn BH aan de tafel zitten laptoppen. Yay! Gek wijf. Dit wordt ook verkocht. Geen tv hier in huis. Zo veel te veel herrie. Er staat er nog ergens eentje met een radio. Ik weet alleen niet waar. Hier is er ergens een met een radio. Hier. Jij? Weg erbij. Ik ga alle radio's verbannen. Ik hoor er nog een. Hier. Tammy. Uit. Laten we wel eventjes gaan flirten. In de gym. Waarom niet? Perfecte plek om te flirten. Kan ik jou mooi verpatsen in de tussentijd. Als er toch niet op zat te letten. Zo. Dan heb ik nu, als het goed is, alle radio's verbannen. Oeh, jij stinkt wel een beetje. Maar dat is niet erg, hè? Ik vind dat Ronald flirterig is. Romantisch. Complimentjes geven. Eventjes een beetje flirten met zijn Beep, hoor. Daar schijnen Beeps heel gevoelig voor te zijn. Romantisch. Hitte van het hart zoen. Romantisch. Flirterige grap. Meer. Zoenen. Kijk, is ook meteen leuk voor zijn sociale interactie. Dit wordt misschien ooit wel eens een keertje wat. Hier, bloemetjes. Gele, alsjeblieft. Lala. Oh, gele bloemen. Die bloemen ruiken lekker. Jij niet. Jij stinkt. Oh, verkering vragen. Ja! Oh, Ronald heeft een vriendinnetje. Ronald Flitter is zojuist een exclusieve relatie aangegaan met Tammy Parker. Het moment waarop Tammy zijn vriendin werd, zal hij nooit meer vergeten. Ah, Ronald, echt de meest romantische plek om dat te doen ever. Hier tussen de loopbanden en bij een stinkende chick. Echt heel romantisch. Echt supergoed. Doe maar een oh ja dan, als je toch bezig bent. Kop, oh ja. Oh jee. Ach, die vinden elkaar wel heel erg leuk. Hey Vaco Gamers, ik denk dat we Ronald lekker hier eventjes alleen laten met zijn chick. Het is zijn chickje en hij die vermaakt zichzelf wel bij elkaar. Ik ga jullie vragen om
een groen duimpje achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. Gisteren al, zoals ik al helemaal aan het begin van deze aflevering zei, gewoon dat wordt gedumpt. Gisteren hebben we met z'n allen meer dan 3000 likes achtergelaten, jongens. Het zou super tof zijn als we dat vandaag weer redden met z'n allen. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer terug bij meer The Sims 3 hier op Vaco Games. En dan gaan we kijken hoe ver we deze relatie met Ronald helemaal door kunnen zetten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En mazzel!